Orderpikken met afstandsbediende trucks is vrijwel altijd efficiënter dan meerijden op de truck. Dat blijkt ook bij de test met de Jungheinrich ECE 225 met EasyPilot. Wat de bediening betreft werkt de EasyPilot anders dan bestaande systemen, maar het effect is er niet minder om. Het EasyPilot systeem bestaat uit een Jungheinrich ECE EasyPilot truck en een afstandsbediening. De truck is voorzien van speciale elektronica en besturingssoftware en een motorkap met twee veilig ingebouwde scanners. Hart van het bedienconcept is de zender, die de verzamelaar via een riemclip aan de riem of een broekrand kan hangen. Er is ook een holster beschikbaar, zowel voor links- als rechtshandigen. Koppeling van de zender aan de truck is echt kinderspel. Door de zender kort op de koppelzone te houden, komt de unieke paring tot stand. Bediening van de truck op afstand kan op twee manieren. Of door gelijktijdig de twee rijknoppen in te drukken, of door op de unit te kloppen, of beter gezegd te tappen. Bij knoppenbediening rijdt de truck tot maximaal 10 meter, zolang één van de twee knoppen ingedrukt blijft. Bij het tappen is de rijafstand afhankelijk van de voorgeprogrammeerde instellingen. Er is hierbij keuze uit twee keer en drie keer tappen. Bij twee keer rijdt onze testtruck circa 2 meter en stopt dan automatisch. Bij drie keer tappen is de rijweg 7 meter. Elke afstand tot het maximum van circa 10 meter is instelbaar. Op de aangeboden locatie van deze test is onze standaard testopzet helaas niet haalbaar en kunnen we geen vergelijk maken met eerder geteste ordeverzameltrucks. Wel variëren we de onderlinge verzamelafstanden van standaard naar snelpikzones. Uit eerdere metingen blijkt dat afstanden tot circa 6 meter zich het best lenen voor afstandsbediening. De Jungheinrich ECE 225 met EasyPilot bevestigt eerdere metingen met afstandsbediende trucks. Reeds op parcours 1 levert EasyPilot een productiviteitsverbetering op van 12,7%. Dit loopt op tot ruim 30% binnen het parcours 3 met de snelpikzones. Zo hard mogelijk rijden levert verhoudingsgewijs niet veel meer op, maar kost wel veel meer energie. Conclusie: het systeem EasyPilot vraagt even gewenning om op de juiste manier te tappen. Daarna werkt het voorspelbaar en aangenaam en levert het een bewezen besparing. Belangrijk is om de unit op een comfortabele plek aan het lichaam te hangen, zodat het tappen zo min mogelijk moeite kost. De knoppenbediening ervaren we als minder geslaagd. Nog efficiënter is de mogelijke koppeling aan het WMS. De truck kan dan via het tappen direct naar de volgende locatie rijden als deze op loopafstand is.